Vandaag weer een nieuwe tekenopdracht voor jullie. Naar aanleiding van het boekje van Noor en het coronavirus. Ik maakte de tekeningen en ik maakte ook een tekening van een brievenbus. Want Noor mocht niet naar opa en oma op visite, bang dat ze ziek werden. En wat ze ging doen is een brief schrijven, een kaartje maken voor opa en oma. Aan wie zou jij een kaartje willen sturen? Heb je er misschien wel eens aan gedacht om je juf of meester op school een kaartje te sturen? Dat vinden ze misschien superleuk. Dat kaartje, dat ga je natuurlijk zelf maken, tekenen. Maar nu weer heel anders. Wat heb je nodig? Een stuk van een oude doos. Die ligt vast nog wel ergens in de schuur, in de kelder, ergens. Je hebt nodig een envelopje natuurlijk. Een paar bolletjes gekleurde wol. Een schaar. Een vork. En wat stiften. Ik wil een kaartje maken wat past in de envelop. Daarom leg ik hem erop. Zo. En ik ga even met mijn stift. Zo groot moet mijn kaartje worden. Nou knip ik hem een klein beetje kleiner. Anders zal je zien dat hij niet in het envelopje past. Ik ga hem dadelijk gelijk even proberen. Het zou jammer zijn als straks je hele kaartje klaar is. En het past niet. Hij is een beetje scheef. Zou die passen? Hij past. Oké. Nu komt mijn vork erbij. Wat ik ga doen is met mijn vork zomaar hier en daar gaatjes prikken in mijn stukje karton, in mijn kaartje. Het maakt niet uit waar. Zo. Nog eentje hier helemaal aan het randje. En hier eentje aan het midden. Nu heb ik een heleboel gaatjes in mijn kartonnetje. Ik heb al een paar gekleurde draadjes geknipt en in een dikke naald gedaan. Knoopje aan de achterkant. Zo. Nu ga ik met mijn naald een gaatje opzoeken. Ja, waar zal ik eens naartoe gaan? Hier naartoe. Het hoeft helemaal niks te worden. Ik ga van het ene gaatje naar het andere. En ik ga eigenlijk, dat zie je wel, tekenen met een draadje. Dan ga ik hier naartoe. En helemaal naar de andere kant. En naar dit gaatje. Naar dit gaatje. Nou, dat wordt een leuk kunstwerkje. Maar ik heb ook nog andere kleurtjes. Ik had ook nog een rood draadje. Die ga ik er eens even in doen. Knoopje aan het einde. En ik begin met deze weer opnieuw. En zo kan ik er een prachtig kunstwerkje van maken. Naar deze kant. Naar deze kant. Het zou het worden eigenlijk. Zie jij al iets? Ik nog niet. Maar misschien zie ik dat dadelijk wel. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. Als je helemaal klaar bent, draai hem om. Leg je een knoopje in de draadjes.
vaatjes afknippen. Wat zou dit kunnen worden? Ik ga eens even kijken, want ik pak mijn stift erbij. En nu ga ik hem aftekenen. Ik denk toch dat het een beestje wordt. Hij heeft hier zijn kop zitten. Zo. Hij heeft hier twee oortjes. Het wordt een rennend hondje, geloof ik. Ik zie het zomaar ineens. Zie ik het? Hier twee pootjes. En hier twee pootjes. Hier zit zijn staartje nog. En hier zitten zijn twee ogen. Of een haasje. Wat zou het kunnen zijn? Ik heb zomaar een kaartje getekend. Met gekleurde draadjes. En vergeet ook niet erop te zetten wat je de juf wil vertellen. Hallo juf. Groetjes. Van Mieke. Klaar. Ik stop hem in de envelop. Envelop dicht. Adres erop. Juf Simone. Voor wie wil jij een kaartje maken? Weet je wat? Ik heb nog een veel beter idee. Maak een kaartje voor ons. En dan stuur je het naar het adres hieronderin.